Ambassadeur, u bent net bij de paus geweest. Welke indruk maakte de ceremonie op u? Het meest aansprekende was natuurlijk het bezoek met de paus zelf. En het was een heel persoonlijk gesprek die we in het Spaans konden voeren. En een hele integere man. En daar zit je toch tegenover een van de morele leiders in de wereld. En dat was heel indrukwekkend. Uh-huh. Welke talen hebt u gesproken? Ja, dat was voornamelijk Spaans. En dat heb ik van thuis uit meegekregen. En daarom hoefde hij geen vertaler erbij te hebben. Hij spreekt redelijk Engels, maar... Daarvoor hadden we echt een gesprek met z'n tweeën en niemand anders erbij. Hoe vond u dat de paus eruit zag? Hij zag er heel open en warm uit. En ook is het een man met vele jaren. Is het iemand die heel erg betrokken is met het werk. En hij zegt dat hij elke avond als een kind slaapt. Dus iets doet hem goed in dit werk. Mm-hmm. Ja. Uw vrouw is ook meegegaan? Ja, mijn vrouw is meegegaan en ik had ook een delegatie van de ambassade mee, van medewerkers. En dus is ook een van de plekken, weinig plekken in de wereld waar je met je gezin, en ook mijn dochtertje was erbij, de geloofsbrieven kunt aanbieden. Mm-hmm. Waarom is het belangrijk dat Nederland nog een ambassade heeft bij de Heilige Stoel? Dit is een van de ambassades die de meeste vertegenwoordiging heeft. Dus de meeste landen hebben een ambassadeur geaccrediteerd bij het Vaticaan. Net na de Verenigde Staten is volgens mij het Vaticaan degene die de meeste ambassadeurs heeft. Dus kennelijk vindt iedereen het belangrijk. Waarom? Het is een luisterpost. Er zitten nonnen en priesters in gebieden waar soms geen oorlogscorrespondenten meer zitten. Bijvoorbeeld in Syrië, achter de linies. En die informeren wat er gebeurt. Dus een heel belangrijke luisterpost. De tweede is een doelpost. Er zitten heel veel kerkelijke organisaties in de wereld. Kerkgerelateerde organisaties zoals hulporganisaties, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. Waarmee je dus samen kunt werken wereldwijd. En het derde is een waardeplatform. Als de paus iets roept over een bepaald thema, bijvoorbeeld over de economie of over vrede of over klimaat, dan luistert iedereen en kun je erover gaan praten. Dus het is ook nog echt een platform voor waarden. Dus voor drie redenen is het nuttig voor Nederland om hier te zitten. Nou is de relatie tussen de Heilige Stoel en Nederland ook af en toe lastig geweest. Hè? Ja. We hebben onderwerpen als euthanasie, homo, huwelijk en abortus. U hebt veel kennismakingsgesprekken. Komen die onderwerpen dan ook aan de orde? Ja, uiteraard zijn het thema's die zowel bij Nederland voor het oog zitten, maar ook hier bij het Vaticaan als over Nederland denken. Dus het zijn over en weer gevoelige thema's. Die komen zeker aan bod. Wat ik ook aan bod wil laten komen zijn de grote wereldthema's. Klimaat, daar is de paus heel actief op. Armoedebestrijding, vredesonderhandelingen. Vorige week heeft de paus bemiddeld voor een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Cuba. En ik vroeg hem waarom is dat niet eerder gebeurd? En toen zei hij ze hadden een brug nodig. Dus de paus wilde deze brug. En dus het is een prachtig om dat hier mee te maken. Dus dit soort grote wereldthema's zijn wij heel actief in Nederland. En de katholieke kerk dus ook. Heilige Stoel. Dus wij als staat vertegenwoordigd hier kunnen misschien gezamenlijk optrekken op een paar van die thema's. Hoe staat men op dit moment tegenover Nederland in het Vaticaan? Men is toch verrast met de teruggang van de kerk. En dat is niet alleen in Nederland, maar heel veel andere landen. En ik zei van eerst een soort angst. En toen zeggen ze hier van nee, geen angst, vooral verdriet. Dus er is natuurlijk verdrietig voor geloofsgemeenschappen in Nederland die dan de kerken moeten sluiten. En ja, dat is een verdrietige omgeving. Maar ik denk dat er ook hoop is als we laten zien dat we samen kunnen werken op thema's wereldwijd. Dat er toch weer een sprankje van samenwerking komt die daarvoor misschien niet gezien werd. Hoe bevalt Rome? Rome is natuurlijk een prachtige stad. Daar hoeft niemand er iets over te zeggen. Heel veel Nederlanders zijn hier ook op bezoek geweest. Het is een stad met zoveel historie en kennis. En ik moet zeggen, het is ook een heel kindvriendelijke stad. Dat heel prettig is met je gezin. Dus het is heel goed om hier te zitten. Dank u wel. Dank u wel. Nou, dat is prachtig strak gedaan, zou ik zeggen. Nou,